Land Rover Defender is natuurlijk een iconische naam en na de Defender 110, oftewel de vijfdeursversie, is er nu ook de Defender 90 en die is misschien nog wel leuker dan die Defender 110. En naast mij staat zo'n Defender 90 en in deze video ga ik je alles vertellen wat je over deze echt te gekke en ruige SUV van Land Rover moet weten. Toen Land Rover de opvolger van de Defender presenteerde, toen was de wereld eigenlijk een beetje in shock. En in positieve zin, want Land Rover has nailed it, om het even in het Engels te zeggen. Dit ontwerp, dat sluit echt perfect aan op die iconische Defender natuurlijk, die in 1948 debuteerde op de Autorij in Amsterdam. Daar is ons platform natuurlijk ook naar vernoemd, naar die welbekende Nederlandse autoshow. En daar debuteerde de eerste Land Rover en sindsdien is die Defender eigenlijk een succesverhaal geworden. Die auto was dik 60 jaar in productie en uiteindelijk werd het tijd voor een opvolger en die presenteerde Land Rover 2019-2018. Daarvoor nog met een hele reeks conceptcars. En nu kunnen we eindelijk rijden, ook in die Defender 90. Want Land Rover trapte af met die Defender 110, oftewel de vijfdeursversie. En nu is ook de levering gestart van, in mijn optiek misschien wel, de leukste en de meest vette Defender die je kunt kopen. De Defender 90. De versie met korte wielbasis dus en de drie deurs. Nou, om te zien, ik vind het echt een plaatje. Beginnen we even aan het front. Dit is dan overigens een First Edition. En die First Edition, die is behoorlijk prijzig, kan ik je vertellen. €115.000 vanaf. En deze versie, zoals die hier staat, zelfs €135.000. Kom er eventjes mee kijken aan de voorkant. Defender neus natuurlijk heel erg iconisch. Echt geïnspireerd op die welbekende Defender van vroeger natuurlijk. En vooral dat koplampdesign, ja, dat is echt direct herkenbaar als Defender. Deze is dan overigens afgewerkt in een satijn finish. Super gave effect moet ik zeggen. En deze auto trekt ook echt ongelooflijk veel bekijks. Het is echt een auto die goodwill kweekt bij heel veel omstanders. Want we krijgen geregeld duimpjes omhoog en op de snelweg ook geregeld duimpjes omhoog. Deze auto valt gewoon heel erg op. Maar ondanks dat hij er misschien fraai uitziet, of jij hem mooi vindt, laat het ook vooral eventjes weten in de comments onder deze video. Maar ondanks dat hij er fraai uitziet, is het ook nog steeds echt een echte Land Rover. Oftewel, hiermee kun je echt wel serieus gaan offroaden. Maar de vraag is of het koperspubliek echt gaat offroaden met zo'n auto. Dat zie je ook een beetje met andere SUV's, een Range Rover bijvoorbeeld. Die kunnen allemaal wel offroad, maar in de praktijk, echte klanten doen het eigenlijk niet. Dit is misschien ook wel een auto die je koopt voor je vrouw of voor jezelf, om jezelf een cadeautje te doen. En deze auto zul je misschien ook geregeld zien staan straks in de PC Hoofdstraat of op andere chique plekken. Deze auto past natuurlijk perfect bij een landgoed. Stel je hebt een heel mooi huisje, mooie tuin. Nou ja, weet je, koop lekker een Defender en dan is het picture perfect wat mij betreft. En deze zwarte kunststofpanelen die zijn ook functioneel, want je mag hier ook gewoon op staan. Het is echt een robuuste auto. Ziet er misschien een beetje raar uit, maar het kan dus wel. Maar het is echt gewoon een stoere auto. Ook aan de zijkant, hier dan weer Defender met zo'n rooster. Deze auto heeft ook echt een flinke doorwaaddiepte van 0,8 meter. En dat houdt in dat je ook door wat diepere plassen kunt rijden. Nou, zoals gezegd, het is de 90 versie, dus een drie deurs. Normaal bij de 110 zit hier nog een deur natuurlijk. En hier heb je dan dat welbekende paneel. Er is ook een commercial versie verkrijgbaar. Dat is een grijs kentekenversie. En het idee hierachter is dat je bijvoorbeeld ook je bedrijfslogo dan op dit paneel kunt onderbrengen. Ook tof, dit element. Het is dan zwart, maar het is ook echt daadwerkelijk glas. Als we zo meteen in de auto zitten, kan ik ook even laten zien dat hier ook echt daadwerkelijk licht doorheen komt. De achterkant dan, ook heel erg tof om te zien. Echt enorm afgesneden zoals je ziet. Hier dan die band. Ja, en die band, dat moet ik wel toegeven, die neemt wel het nodige zicht weg naar achteren hoor. Want als je dan voorin zit, dan heb je eigenlijk heel slecht zicht naar achteren. Maar dat heeft Land Rover slim opgelost. Want de binnenspiegel, dat is een zogeheten clear sight binnenspiegel. En dat houdt in dat je met een switch zomaar kunt switchen, wisselen dus, tussen een conventionele binnenspiegel en een achteruitrijcamera. Dus dan heb je als het ware altijd een camerabeeld op je binnenspiegel. En waar zit die camera dan? Die zit hier verwerkt in de dakfin antenne, zoals je hier ook kunt zien. En dat beeld, dat kun je ook aanpassen op basis van jouw zicht naar achter natuurlijk. Dus dat is echt wel heel erg goed gedaan. En ook als je dan wat mensen achterin neemt, dan heb je gewoon altijd perfect zicht achter deze Defender. Zoals gezegd, het is een Defender First Edition. Die is wat duurder, want zoals die hier staat met de P400 6-in-lijn Ingenium benzinemotor. Dus ook een mild hybrid. 400 pk, 6 seconden na 100. Een top van ongeveer 190 km per uur. Echt een aanrader. Ook de
één na krachtigste benzinemotor die je kunt krijgen in deze Defender. Want er komt ook nog een Defender V8 aan, de P525. En die heeft dus, zoals gezegd, al een 525 pk sterke 5 liter V8 supercharged. Maar ja, die kost €201.000. Dat is behoorlijk duur, kan ik je vertellen. Nou, deze is ook al behoorlijk prijzig. Want deze P400 AWD mild hybrid, die is er vanaf ongeveer €115.000. En wil je dan ook nog helemaal alle opties eraan, zoals deze first edition, ja, dan moet je al denken aan 135 mil. En is dat veel geld? Ja, dat is erg veel geld. Maar ja, kijk ook eventjes wat je koopt. Je koopt echt een onderscheidende SUV die je ook nog helemaal niet zoveel ziet. En zoals gezegd, dit is echt een aandachtstrekker. Maar het rijdt ook echt verrassend lekker, kan ik je vertellen. Want die originele Defender, dat reed toch een beetje als een tractor. Je zat op de bok. En dat is bij deze Defender absoluut niet het geval. Dit is gewoon een volwassen SUV geworden met een dynamisch rijgedrag. En sterker nog, als je hiermee gas geeft, dit ding is nog behoorlijk rap ook hoor. Want zoals gezegd, 6 seconden naar 100. Dit gaat echt wel als de brandweer. Want de Defender 90 is ook best wel een zware auto, kan ik je vertellen. Ongeveer 2200 kilogram, even afhankelijk van de uitvoering die je neemt. Dit is dan een 6-zitter variant, laat ik zo meteen even zien, met 3 zitplaatsen voor. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een 5-zitter pakken. En het geremde trekvermogen, 3500 kilogram mensen. En dat betekent dat je ook met het grootste gemak ook een enorme caravan of natuurlijk een paardentrailer achter deze Defender 90 kan hangen. Ja, en dit is dan die Land Rover 90. En die is natuurlijk een beetje korter ten opzichte van die Defender 110. Deze meet ongeveer 4,5 meter en zijn Defender 110 die gaat al richting de 5 meter. Maar is zo'n Defender 90 dan ook een beetje praktisch? Heb je bijvoorbeeld ook voldoende bagageruimte? Ja, dat valt eigenlijk een beetje tegen, moet ik wel eerlijk toegeven. Maar goed, dat is ook logisch natuurlijk, gezien het ontwerp en de indeling van het interieur. Achterklep die gaat zo naar rechts open. Dat is dan wel weer een heel stoer detail. En dit is dan die bagageruimte van die Defender 90. Als je de rugleuning van de achterbank met 3 zitplaatsen gewoon zo laat staan. Hoe vaak rij je nu eigenlijk met 6 personen? Dus hoe vaak moet deze rugleuning eigenlijk omhoog staan? Eigenlijk niet zo heel vaak natuurlijk. Dus deze kun je ook gewoon neerklappen. Hier zit een knop. Gooi hem naar voren. Hier zit ook een knop. Gooi hem naar voren. En dan heb je hier gewoon veel meer aflegruimte. Dus dat is eigenlijk een beetje de oplossing bij deze Defender 90. Er zitten nog een paar andere leuke kenmerken aan deze Defender 90. Hier heb je bijvoorbeeld wat knopjes, want deze auto heeft luchtvering. Stel, de tildrempel is te hoog, dan kun je hem hier gewoon indrukken. Je hoort hem al. En dan laat de auto zich zakken. Kijk. En dan is je tildrempel ook meteen wat lager. En dat is natuurlijk weer handig als je wat spulletjes in moet laden. Stel bijvoorbeeld zware boodschappentassen of je hebt iets anders zwaars bij. Kun je dat heel eenvoudig gewoon weer inladen. Nou, omhoog doen is ook weer heel simpel. Knop indrukken. En voilà, kijk. En de auto gaat weer omhoog. En voilà, het interieur van de nieuwe Defender. En in dit geval natuurlijk dus de Defender 90. En als je dan denkt dat het exterieurdesign goed geslaagd is, nou, dan heb je eigenlijk het interieur nog niet gezien. Want Land Rover is echter bijzonder goed ingeslaagd om hier een Defender sausje aan te geven. Als je bijvoorbeeld ook het dashboard kijkt, ook daar met die Defender opdruk. Hier van die handgrepen ook daar aan de zijkant. Hier erg veel aflegruimte. Super handig. Je kunt dus voor mij zelfs een iPad mini tussen kwijt. Zodat je bijvoorbeeld ook voor de bijrijder dat die series kan kijken onderweg. En zoals gezegd, je kunt hem krijgen met 5 zitplaatsen of met 6 zitplaatsen. Nou, in dat laatste geval, dan zit er dus een stoel hiervoor. En deze kun je, als je hem gebruikt, als je hem niet gebruikt, heb je gewoon bekerhouders en wat aflegruimte. Heb je hem wel nodig, wel een hoge middentunnel, dan kun je hem gewoon heel makkelijk omhoog zetten. En dan kan hem bijvoorbeeld een kindje of een ander iemand met een smal postuur, kan hier gewoon plaatsnemen. En dat is ook bijzonder gezellig, kan ik je vertellen. Alleen moet je natuurlijk wel binnen één gezin afkomstig zijn in deze tijd. Want ja, in gezin corona is het natuurlijk niet echt coronaproof. Maar goed, dat het kan is ongelooflijk tof. En als je deze stoel natuurlijk dan niet nodig hebt, hoe krijg je die dan naar beneden? Want ja, kijk, nou zit hij een beetje vast. Heel simpel. Hier zit een lusje, trek je aan en dan kun je hem zo weer plat doen. En dan heb je dus weer 2 bekerhouders en wat aflegruimte. Plus nog een hele rits aan oplaadpunten, bijvoorbeeld voor mobiele apparatuur. Deze stoel voorin geeft ook wel eigenlijk wel een beetje aan dat deze Defender ook echt breed is. Want hij is dik 2 meter breed.
om precies te zijn, inclusief de zijspiegels, 2,9 meter breed. En als je nu even bent vergeten hoe groot deze auto is, dat is wel leuk. Hier heb je het welbekende PV Pro infotainment systeem van Land Rover. Ziet er heel erg goed uit. En hier heb je een app. Dus dan drukken we hierop. Dan drukken we op afmetingen auto. En dan krijg je meteen een overzicht van hoe groot deze auto nu bijvoorbeeld is. Want hij is bijvoorbeeld ook 1,97 hoog. Zoals je hier ook kunt aflezen. Wielbasis met 2,58 en de totale lengte 4,58. Maar vooral die 1,97 hoogte, die is in Nederland best wel relevant. Want in parkeergarages geldt vaak een limiet, een doorrijlimiet van max 1,90. Dus het kan zijn dat je niet in elke parkeergarage met deze Defender 90 past. Hele simpele oplossing, dan parkeer je natuurlijk gewoon buiten op een parkeerplaats. En zoals gezegd, het zicht naar achteren is wat beperkt, ook mede door die band. En daar heeft Land Rover dus het volgende op bedacht, deze ClearSight binnenspiegel. Hoe werkt het? Nou, nu is het camerabeeld in beeld, zoals je kunt zien. En door aan deze switch te trekken, et voilà, kijk, schakel je over op een binnenspiegel. Heb je nu weer de achtercamera nodig, dan zet je weer hier omhoog en dan heb je weer echt een digitale binnenspiegel. En dit is echt wel een briljante uitvinding, want je hebt gewoon altijd perfect zicht naar achteren. En wat ook heel erg leuk is aan deze Defender 90, hij heeft een softtop. Jawel, het dak kan open en dat betekent dat je met het hele gezin, in dit geval dus 6 personen, lekker open kunt rijden. Hier heb je de knop zitten, hou je ingedrukt en dan rolt het dakje ook gewoon lekker naar achteren op. Echt, dit geeft echt zo'n fijn gevoel tijdens het rijden. En er gaat ook nog een lekker fris briesje door het interieur. Als het zonnetje schijnt, je hebt het zonnetje op je bol, nou, dan is het echt wel genieten. En sowieso is rijden in deze Defender eigenlijk wel erg genieten. En dat komt niet alleen omdat omstanders ook aangeven dat dit een bijzondere auto is, maar ook om te rijden voelt het echt aan als een bijzondere auto. Land Rover is dus, zoals gezegd, extreem goed ingeslaagd om die nieuwe Defender echt wel een waardige opvolger te geven. En kun je dan ook een beetje fatsoenlijk achterin deze Defender 90 zitten? Want zoals gezegd, het is wel een kleinere auto ten opzichte van die Defender 110. Nou, eigenlijk heel erg goed. En dan kan ik je laten zien. Eerst even deze stoel naar voren. Hier heb je twee knopjes. Kijk, één keer indrukken. Gaat die stoel ook automatisch naar voren. Moet je wel eventjes geduld voor hebben overigens. En voilà. Kun je aan deze hendel, doe je de rugleuning naar voren. En dan heb je dus een doorgang naar de achterbank. En die is wel vrij smal, dus je moet niet al te groot zijn. Ik ben zelf een 1,85. Huppatee, ik zit erin. En dan zal ik eventjes hier gaan zitten. En dan heb je gewoon echt zeeën aan ruimte. Je hebt voldoende B-ruimte. Nou, die hoofdruimte, zoals gezegd, ik ben 1,85. Die valt mee. Komt ook mee omdat deze natuurlijk een softtop heeft. Maar ja, het zit wel heel erg leuk. Ook hier achterin kun je echt uitstekend zitten. En wat dan heel erg tof is, ik zei het van straks al aan de buitenkant. Dit zijn ook echt raamelementen. Je ziet het hier ook. Hier komt ook echt best veel daglicht naar binnen. En dat benadrukt eigenlijk het ruimtegevoel aan boord van deze Land Rover Defender. En die panelen die je aan de buitenkant zag. Hier heb je ook nog wat handige aflegruimte. Hier kun je bijvoorbeeld ook een telefoon in tussen klemmen. Hier heb je nog aflegruimte en nog een bekerhouder. En zoals gezegd, hier ook nog wat oplaadpunten. Twee USB-C laadpunten. 12 volt output. En hier heb je zelfs nog een eigen airconditioning voor de personen op de achterbank. Maar ook achterin deze Defender 90, ook al is je dus wat kleiner ten opzichte van die Defender 110, ook hier achterin kun je echt uitstekend zitten. Ja, zoals ik al zei tijdens de walkaround rond deze Defender 90, deze nieuwe generatie Defender rijdt echt wezenlijk anders dan het voorbeeld eigenlijk dat echt dik 60 jaar in productie was en dat nu dus uit productie is genomen. Deze auto voelt gewoon heel erg modern aan, heeft moderne rijkwaliteiten, biedt het comfort eigenlijk van een luxueuze SUV en zo rijdt hij eigenlijk ook. Het stuurgedrag is misschien wat wollig, maar deze auto staat ook wat hoger op zijn poten, dus hij helpt wat over ook. Maar ja, dat hoort eigenlijk wel een beetje bij het karakter van deze Defender. Maar die tractorachtige rij-eigenschappen, ja, die zijn echt verleden tijd in deze nieuwe Defender. Dit is gewoon echt zo'n leuke auto om in te rijden. Hij voelt gewoon heel erg degelijk aan, oerdegelijk zelfs, supersterk. En zoals gezegd, deze 400 pk sterke variant, die is ook nog eens supersnel. Want ik zal even vol gas geven. Komt-ie. Huppatee. Nou, en dan heb je dat lekkere 6-in-lijn geluid van die nieuwe Ingenium 6-cilinder. Het is echt een feestje. Het gemiddelde verbruik, dat is dan weer geen feestje, kan ik je vertellen. Van 400 pk en dan een gewicht van ongeveer 2200 kilogram. Ja, dat zuigt nogal wat, kan ik je vertellen. Ongeveer 1 op 8 en dan moet je nog een beetje rustig aandoen. En dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom deze auto in Nederland eigenlijk best wel duur is. Want op papier heeft hij dik 250 gram CO2 per gereden kilometer. Nou ja, en daar word je in Nederland echt genadeloos voor afgestraft.
En dus betaal je voor deze Defender 90 ongeveer 50.000 euro aan BPM. En dat is natuurlijk best wel veel geld. En dat is ook een van de redenen waarom deze Defender 90 of 110 in het buitenland, ik noem even Duitsland of België, echt veel goedkoper is natuurlijk. Maar goed, in Nederland hebben we natuurlijk dat BPM-stelsel. Dus dat je met een hoge CO2-uitstoot gewoon veel meer BPM betaalt. Moeten we mee leven? Afijn, maar gezien het verkoopsucces, gezien de verkoopaantallen van die nieuwe Defender, heeft Land Rover helemaal geen klagen. Want deze auto verkoopt echt ongelooflijk goed. En nu deze Defender 90 ook uitgeleverd gaat worden, ja, kan dat verkoopsucces eigenlijk alleen maar voortgezet worden. Want ik moet wel eerlijk toegeven, ik ben stiekem wel een beetje verliefd geworden op deze Defender 90. Die 110 is heel erg leuk, ja, maar mijn hart ligt eigenlijk wel bij deze Defender 90. Het is gewoon zo'n karaktervolle auto om te zien, maar ook om in te rijden. Eigenlijk als je erin hebt gereden, dan wil je hem. Ja, en dat is alles wat je moet weten over deze Defender 90 van Land Rover. Wil je nog veel meer weten over deze 4x4 van dit Britse merk, wat tegenwoordig in handen is natuurlijk van Tata India? Check dan vooral de complete rijtest op autorij.nl. En vond je deze Defender leuk en deze video tof? Geef deze video dan vooral even een duim. Ram ook vooral op die abonneerknop. En ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het kijken en ook graag tot een volgende video.